Leer om vandaag te zeggen, maar als je je rol pakt, je verantwoordelijkheid pakt die God voor jou heeft weggelegd, dan floreer je. Dan hoef je niet boven je macht te werken, hoef je ook niet groter voor te doen dan je bent. Want de eerste mensen die met de geest vervuld waren, dat was niet na Handelingen 2, maar dat waren Bezaliel en Aholiab. God vervulde ze met zijn geest, zodat ze in staat waren om al die materialen te maken. En de vrouwen, die hadden ook hun bekwaamheid. Ja? Dus laat je daardoor bemoedigen, door middel van het lied van Ellie en Rickert. Niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij de Heer. Nou, dat is toch een heerlijke bemoediging. Met veel of weinig gaven, de vraag is niet of je geschikt bent, maar of je beschikbaar bent om te bouwen aan zijn gemeente vandaag. Hier werden mannen en vrouwen ingeschakeld. Exodus 35, dat is een bijzonder gedeelte, vind ik. Want God had het hart van de Egyptenaren bewerkt om al die materialen mee te geven. Dus ze gingen schat hemeltje rijk uit Egypte weg, hè? Moet je over nadenken, het is ongekend. Maar ja, de Heer kan je zegenen, en ik gun je van alles en nog wat, maar hoe ga je dan met je zegening om? Dat is ook wel een uitdaging, hè? Kijk, het laatste wat een Nederlander aan de Heer over heeft, dat is een portemonnee. Dus je kan gezegend zijn, maar ja, je moet met open handen leren leven. Hè? Wat is het dat we niet hebben ontvangen? Dus je kan met zakken vol goud en zilver Egypte verlaten, maar hoe ga je er nou mee om tijdens de woestijnreis? Dat is een hele mooie. Nou, wat staat daar? Exodus 35, vers 4. Verder sprak Mozes tot heel de gemeente van de Israëlieten. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt, mooi hè, neem uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver, koper, al die materialen komen dan langs. De oproep gaat uit, God heeft zijn verlangen gedeeld, maar ja, er moet gewerkt gaan worden, toch? Er moet gebouwd gaan worden, er is materiaal nodig en de oproep gaat uit, lever het in. Wie gewillig van hart is. Wat is dat mooi, hè? Dat is echt leven onder het nieuwe verbond. Je moet niks. Maar wat komt er nou naar buiten van wat er binnen leeft? Dat heeft met vrijwillige toewijding te maken. Nou, dan pakken we een paar versen verder op in vers 20. Ik vind het zo'n mooi stukje. Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. En ze kwamen terug. Ieder wiens hart hem daartoe bewoog. En ieder wiens geest hem daartoe gewillig maakte. En zij brachten het hefoffer van de Heere ten behoeve van het werk van de tent van de ontmoeting. Heb ik net niet genoemd, maar een andere naam voor tabernakel is tent van ontmoeting. Dat is heel mooi. Dus ze brengen het, allerlei spullen. Moet je even over nadenken. Mozes, de man God, staat daar, die deelt het verlangen van de Heere God. Dit is plan. Hij de architect, wij mogen het uitvoeren. Maar ik heb jullie daarbij nodig. De Heere God werkt dus altijd samen, wij zijn Gods medearbeiders. Nou, dat vind ik ook zo bijzonder. Wij worden niet als robotten vanuit de hemel aangestuurd. Wij wijden ons vrijwillig toe. Neem ons leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u. God heeft ervoor gekozen, toen en vandaag, wat een mysterie, om door mensen heen te werken. Mensen die zich fysiek geven, maar mensen die ook hun bezit beschikbaar stellen. Ja, dat is echt een eenheid, hè? Dat wat van hem is, dat is van mij. En dat wat van mij is, is van hem. Er was een hele degelijke dominee, ik zal geen namen noemen, want hij is bekend onder sommigen. Driedelig zwart pak, altijd een zwarte hoed op. Die nam een keer een lifter mee. En dat deed hij om het evangelie te kunnen delen. Dus die lifter die stapte bij hem in. Praatje. En toen zei die dominee op een gegeven moment, zie je dat landgoed daar liggen? Hij zei ja. Hij zei, dat is voor mij. Nou, dat kan toch? De een is wat meer bemiddeld dan de ander. Toen reden ze verder. Toen zagen ze weer een prachtig spul staan. Hij zegt, zie je dat staan? Ja, hij zei, dat is ook voor mij. Nou, toen begon hij een beetje. Toen reden ze weer verder. Toen zagen ze weer een heel mooi uitgestrekt iets. Nou, toen stelde hij weer die vraag. Je voelt hem al aankomen. Maar toen dacht hij, degene die diner nam, wat is dat voor een man, joh? Toen zei die, stelde die vraag, maar hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou allemaal uw bezit zijn? Hij zegt, nou, ik zal het uit de doeken doen, zegt hij. Hij zegt, ik ben door genade een kind van de Allerhoogste God geworden. En de rechtvaardigen zullen de aardrijk beërven.
Hij zegt, in kracht als kindschap ben ik ook erfgenaam. Dus alles wat je om je heen ziet, dat is allemaal van mij. Dat is me allemaal ten deel gevallen door mijn verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Nou, zie je hem zitten, die man? Hoe eenvoudig kan het zijn om het evangelie... Maar wie is dat dan? Wil je hem leren kennen? Nou, dan ben je er. Zomaar een tip krijg je gratis mee vandaag. De rijkdom, wat van hem is, is van mij. Toen de verloren zoon thuis kwam, toen werd die andere zoon boos. En wat zei die vader tegen hem? Al het mijn is het jouwe. Maar je hebt er niet uit geleefd. Het was ook een zoon, hè? Moet je niet vergeten, we waren allebei zonen, hè? Alleen ik denk dat die ene leefde uit het vaderhart. Die ging terug naar zijn vader, die beleed zijn zonde en die ging genieten van die gouden ringen, van die nieuwe schoenen, van het feest. En die andere, die was braaf, die kon ook daarvan genieten, maar die heeft er nooit uitgeleefd. Maar in de verbondenheid met hem is alles van hem, van mij en wat van mij is, is van hem. Wat is het dat ik niet ontvangen heb? Wij moeten leren, dat moesten ze toen leren, om te leven met open armen. De roep gaat uit, moet je nou kijken wat er staat. Elke diaken is jaloers op dit stukje. Vers 34 van Exodus 35. Wat staat er in dat vers? Zeg ik het nou goed? Sorry, hoofdstuk 36, neem me niet kwalijk. Vers 4. Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man... van het werk waarmee ze bezig waren. En ze zeiden, vers 5, tegen Mozes... het volk brengt veel, meer dan toereikend is... ten dienste van het werk dat de Heere geboden heeft. Vers 6. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan... laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer, voor het heiligdom. Ja, en wat er nu staat, dat heb ik nog nooit in de gemeente gehoord. Zo werd het volk ervan weerhouden... om nog meer te brengen. Nou, ik weet niet in wat voor gemeente jullie zitten. Maar waar is dit ooit van de kans? Gemeente, we hebben nog enkele afkondigingen voor u. Geen QR-codes meer. Geen collectezakten meer. Soms krijg je er 2, 3. Aan de uitgang ook nog 1. Hoeft niet meer. Meer dan voldoende. Dat is een mooi principe, toch? Kijk, je kan met goud en zilver zijn vertrokken... maar je kan erop gaan zitten en het voor jezelf houden. Maar het volk Israël was bereid om dat wat God hen had gegeven... want hij had het hart van de Egyptenaren bewerkt... om dat ook weer terug te geven. Wat is het dat we niet hebben ontvangen? Dat is een mooi principe voor ons vandaag, toch? En ik ga geen tiende preken. We spreken 100%. Want ook tiende in de charismatische wereld is ook oude verbond. Dat is allemaal een tiende. Nee, het gaat om algehele overgave... met een open hart leven. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Ja, maar heb ik dan over 2 jaar nog... Voel je hem? Maar de Heere, wij mogen met hem leven. Van hem is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Begrijp je? Leven uit zijn almacht, uit zijn overvloed, uit zijn rijkdom. Ik zal genadig voorzien in alles wat je nodig hebt... overeenkomstig mijn rijkdom. Voorzien in jouw behoeften, leven we zo. Dan kan je ontspannen leven, toch? Ik heb 13 jaar in de makelaardij gezeten, totdat de Heer ons riep tot dit werk. Ik heb altijd zekerheid verkocht. Iemand die jij niet moest roepen tot dit werk, om vervolgens eraan leven van giften, dat was ik. Ik had alle zakelijke lijntjes uitgezet. Ik dacht, nou, is dat ook... Hoe kunt u dat doen? Om te leven in overgave, ik kon het wel uitleggen met woorden, maar om het te leven, dat is een tweede. En nou, ruim 10, 11 jaar verder, moet ik zeggen, ik heb er nog geen boterham minder om gegeten. Maar het is wel een spannende onderneming, begrijp je wat ik bedoel? Maar je ziet wel weer een andere kant van God, hoe hij voorziet, overeenkomstig zijn belofte in onze behoeften. Dan kan je ook met open armen leven. Dat leven ontspannen. Toch mensen die zo leven, leven in de kramp, hè? Zie je het? Maar iemand die zo leeft, die leeft ontspannen. Dat is het doel. Nou, heerlijk. Ga na vandaag allemaal naar de diakonie of naar je diakenen of zo toe. Laat dit stukje lezen. En misschien gaat het wel gebeuren in jullie gemeente. Soms word ik wel eens moe van dat geleur om geld, als ik eerlijk ben. Jullie niet? Mijn vader was altijd tegen rommelmarkten van de kerk... En dat vond ik altijd een beetje apart. Was hij heel stellig. En hij zegt, de oude troep geven we aan God. En het eerste deel,
Daar gaan we zelf lekker van genieten. Ja, ik heb een oude bank, die mogen ze ook hebben hoor. Plekken erin en zo. Ja, nou. Dat is voor de kerk. Hele rare gedachte, hè? Heel vreemd. En je moet dus, als je dit zegt in een gemeente, evangelisch of reformatorisch, nou dan heb je oorlog. Maar alle oude troep is voor God. Ja, dat is mooi voor de kerk nog. Die kunnen het nog goed gebruiken. Hier ging het beste naar de Heere God toe. Dat is ook het principe van de eerstelingen. Het eerste van de oogst was voor de Heer. Begrijp je? Het is een hele andere manier van leven en denken. Nou, het wordt nu even pittig, want ik moet heel dat voorhof bespreken. Dat kan eigenlijk niet. Daar doe ik normaal 2 avonden over of 3. Ik doe mijn best. Als je het complex ziet, dan moet je dit onthouden. Dat is een prachtige studie. De poort waardoor het volk binnenging was gesitueerd op het oosten. En het is buitengewoon boeiend. Toen Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs, toen werd er bewaking aangesteld aan welke kant van het paradijs? Het oosten. De mens werd verdreven uit de Hof van Eden. Ze kwamen er niet meer in en er werd bewaking aangesteld voor de ingang van de hof. Aan welke kant lag die ingang? Op het oosten. Weet je waar de ingang van de tabernakel was gesitueerd? Op het oosten. Daar waar de mens de deur had dichtgegooid. Waar er een scheiding is gekomen tussen God en mensen. Daar nam de Heere God het initiatief om aan diezelfde oostkant de deur weer te openen. Je mag het inleg kunnen noemen, dat vind ik prima. Ik vind het een prachtige gedachte. En trouwens, bestudeer de Bijbel op het oosten. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. De zon is een beeld van de zon van de gerechtigheid. En straks in de toekomst, ik ben een Gileas, dus ik geloof in een Messiaans vrederijk. Dan zal de Heer Jezus zijn voeten zetten op de Olijfberg, Zacharia 14. En dat is de berg die ligt ten oosten van Jeruzalem. Nou, als ik daar ben, dat is het mooiste plekje van de reis. Dan sta je daar. En al die Joden, die willen daar begraven worden, hè? Er liggen heel veel Joodse mensen bij de Olijfberg begraven. Ook moslims, maar ook vooral Joden. Waarom? Die willen als eerste de Messias ontmoeten. Over verwachtingen gesproken. Daar gaat hij komen, Zacharia 14. Op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Dus in het verleden, heden en toekomst is het oosten een kant waarvan het goede is gekomen. En in de toekomst zal het herstel daar beginnen. Nou, zomaar even een zijstraat, voor mij een hoofdweg. Prachtig, het oosten. Er was maar 1 ingang. Die was op het oosten. Dus als je hier gesitueerd was, met je tentje, dan kon je niet zeggen, nou, Heere God, kan ik hier onderdoor of erover, not aan. Je moet daar naar binnen, op de plaats waar God de ingang heeft geplaatst. Er is maar 1 weg tot de Vader. De Heer Jezus Christus, hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft gezegd, ik ben de deur, wie door mij binnengaat. Die deur spreekt dan ook van de Heer Jezus Christus. Nou, dat was een deur van ongeveer 10 meter breed. Dit complex is 50 meter lang. De Bijbel spreekt in maten van een L. 100 L moet je door de 2 delen, ongeveer. Dat betekent 50 meter diep, 25 meter breed, waarvan de deur 10 meter is. Ik zie een poort wijd openstaan. Dat is heel mooi. Er kwam een kritische man naar me toe. Dat zeg jij wel, maar het is het smalle pad achter Jezus aan. En het is de enge poort en de nauwe poort. Dat klopt niet wat je zegt. Ja, wacht even. Om tot Jezus te komen, is de poort wijd. En daarom moet de nodiging van het evangelie ook helder en duidelijk verkondigd worden. Om het maar even bevindelijk uit te drukken met bevel van geloof en van bekering. 10 meter breed. En de wandel achter de heiland aan, dat is het smalle pad waarin ik mezelf verloochen en afleg wat mij hindert om hem te volgen. Dat is een smalle poort. Begrijp je het verschil? Je hebt het komen tot hem en het volgen van hem. Nou, hier gaat het over het komen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Nou zijn hier 4 kleuren op zichtbaar. Blauw. Blauw is de kleur, de Statenvertaling spreekt, ik kan niet alle tekstgedeelten noemen hè, vanwege de tijd. Maar de Statenvertaling spreekt over hemelsblauw. Nou, dat is het beste vertaald. Dat blauw spreekt van de Heer Jezus van zijn hemelse komaf.
Ik heb ooit een preek gemaakt over de tzitzit, die kwastjes aan de broek van de Joodse man. Dat is boeiend. Daar zat vroeger een blauwe draad in. En die blauwe draad herinnerde het Joodse volk om gericht te zijn op de dingen die boven zijn, op Yahweh, op de eeuwige. Dus als hij naar zijn broek keek, of hij nou aan het werk was, of aan het koken was, hij keek naar zijn broek aan vier kanten, dat slingerde allemaal om hem heen, blauwe draad erin, oh ja, ik moet op boven gericht. Dat is waar ook. Mooi hè, blauw spreekt van de hemelse kom af van de Heer Jezus Christus. Hij is de totaal andere. Wit spreekt van zijn heiligheid, zijn reinheid, nou dat ken je wel. Daar lees je van over in de evangelie, maar ook in het boek Openbaring. Dan heb je nog scharlakenrood en purperrood. Nou, purperrood, dat is een beetje een paarsachtige kleur. Dat zie je misschien niet zo heel goed, maar dat zit er wel in. Nou, purper kennen we natuurlijk van Lydia, de purperverkoopster. Aan wie verkocht zij purper? Nou, aan koningen en hooggeplaatsten. Blauw, de hemelse kom af van de Heer Jezus. Wit, de reinheid, de zuiverheid van de Heer Jezus. Purper, de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Hij kreeg een mantel om. Is dat uw koning? Zo profetisch, hè? Maar goed, ook een zijstraat. En het vierde, scharlakenrood. En dan denken we natuurlijk aan Rahab de hoer. Scharlaken heeft met redding behoud te maken. Zij hing dat koord naar buiten. En dat betekende redding voor haar en voor haar familie. Dus vier kleuren in de poort die je in heel de tabernakel tegenkomt. Ik heb ze nu genoemd, nu doe ik het niet meer. Je komt ze in de priesterkleding tegen. Je komt ze in het dak van de tabernakel tegen. Het zijn allemaal kleuren die iets zeggen over het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij zegt dan ook, ik ben de deur. Wie door mij binnengaat, die zal behouden worden. Nou zijn er heel veel soorten mensen aan de poort. Ja, dat laat ik ook liggen. Heel veel evangelieverkondiging heeft betrekking op de poort. Binnen of buiten. Je hebt mensen die blijven bidden voor de poort. Je hebt mensen die kijken alleen naar binnen voor de poort. Je hebt mensen die twijfelen voor de poort. Je hebt allerlei soorten mensen. Maar wij moeten de mensen helpen om naar binnen te gaan. Want Openbaring zegt, buiten zijn de honden en de hoereerders, de afgodendieners, die zijn buiten. Maar als het goed is, zijn wij allemaal binnen. We zijn in Christus. We hebben geknield bij het kruis van de Heer Jezus. Overweldigd door zijn liefde hebben wij door genade die keuze gemaakt. En dat is belangrijk om vast te houden. Die poort spreekt van de Heer Jezus Christus. Nou, dan ga ik even een stap maken, want het eerste wat we na de deur, ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ik wil verder. Het eerste wat we na de poort, na de deur tegenkomen, wat trouwens nog wel boeiend is dit, vind ik. Deze omheining, die schept de afstand, hè? Dat is wel duidelijk. Dit is ook de kleur van reinheid en heiligheid. En dit doek, deze omheining, was 2,5 meter hoog, 5 L. Dat betekent, ik ben 2 meter, was ongeveer dit. Dus je moet je voorstellen, dat was een muur eigenlijk van 2,5 meter hoog om heel het complex heen. En die muur zei eigenlijk tegen het volk, verboden toegang, je komt er niet in. Hè, dat heeft met de zondeval te maken. Er is een scheiding gekomen tussen God en mens. Er is slechts één weg op het oosten om binnen te komen. Ja? Dus als jij uit je tent kwam, ja, wat zag je dan als eerste? Dan zag je voortdurend die omheining, die zei verboden toegang. Dus je werd voortdurend geconfronteerd met de heiligheid, de heerlijkheid van God. Want deze tent stond in het midden, heb ik gezegd. Dus je moest altijd de route bewandelen die God had voorgeschreven op het oosten. En dan kon je naar binnen komen. Blader even naar Exodus 40. Want het eerste wat het volk dus zag, of misschien het tweede moet je zeggen, dat was de omheining. 2,5 meter hoog. Maar wat zag het volk ook? Dat was de wolk van de heerlijkheid. Ik heb er net al iets over gezegd. De Shekina. Dat is niet een Bijbelse uitdrukking, dat hebben de rabbijnen zo genoemd. Maar ik volg het wel. Het woord wonen is Shagan. Shekina, Shekina. De wolk van de heerlijkheid. Dus je kwam uit je tent, dan zag je die omheining. Bam, je werd geconfronteerd met wie God is. Maar je zag nog meer, je zag hier een wolkenmassa
Vandaar dat de vertaling ook zegt een wolk kolom. Dus het was niet het wolkje van eensmans hand uit het boek Koningen. Nee, het was een wolk kolom, een wolkenmassa. En dan moet je kijken wat hier staat. Exodus 40. Toen, vers 34, sorry. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Wat maakte de tabernakel tot een heiligdom, denk je? Goud, zilver, koper? Nee, de heerlijkheid van de Heere. Zijn binnenkomen, dat deed hij door de middel van de wolk van de heerlijkheid. Dat maakte de tabernakel tot een heiligdom. Want anders was het alleen maar materie. Wat maakt jou en mijn leven? Wat maakt de gemeente collectief tot een heiligdom? Is dat ons gebouw? Hoe mooi het ook is? Nee. De tegenwoordigheid van hem in ons leven. Dat maakt ons, individueel en de gemeente collectief, tot een heiligdom. En dat zie je hier ook. En telkens als de wolk opsteeg, boven de tabernakel braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van de Israëlieten tijdens al hun tochten. Nou, de wolk van de heerlijkheid is een prediking op zichzelf, maar het is wel een geweldig iets. Overdag gaf die wolk schaduw. Als je wel eens in de woestijn geweest bent, dan weet je dat het er enorm heet kan zijn. Overdag is het heet. In de nacht koelt de woestijn behoorlijk snel af en dan kan het kil zijn. Daarom was die wolk in de nacht een vuurkolom. Er ging warmte vanuit. Vind je dat niet bijzonder? Je bent verlost uit Egypte. God deelt zijn plan. En dan gaat hij je ook nog leiden. Overdag geeft hij schaduw. In de nacht geeft hij warmte. De zon zal u overdag niet steken en de maan niet in de nacht. Je kent al die teksten wel. Prachtig. Ze leefden in die voortdurende tegenwoordigheid van God. En de Heer zorgde voor hen. In de nacht en overdag. En ja, dan komt het allermoeilijkste. Als die wolk ging bewegen, dan moest je mee bewegen. Zie het een beetje voor je? Jacob en Hanna, 8 kinderen. Heerlijk aan het spelen. En dan ging die. Jongens, inpakken. Ja, maar Jacob, ik heb hier nou zo'n heerlijk plekje. Moet je die kinderen zien spelen, joh. Laat ze nou. Ja, de wolk gaat in beweging komen. Dan moest je dus flexibel zijn om mee te bewegen. En soms zat je even en dan ging je weer. Misschien zat je op andere plaatsen langere tijd, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar zodra het volk bewoog, moest het volk gaan bewegen. Nou, dat is ook zelfverloochening, toch? Je had eerst al je portemonnee overgegeven, alles is voor de Heer, en nou ook nog je plekje, en je hebt het zo fijn daar. Ja, het vraagt wel wat, hè, de navolging van Christus, of niet? Het vraagt ook een bepaalde flexibiliteit. Mag de Heer zijn koninklijke weg met jou en mij gaan? Dat is niet altijd eenvoudig. Ik heb altijd een beetje moeite met dat lied. Blijf het zingen hoor, maar het klinkt heel vrolijk, hè? Gods weg is de beste. Ja, als het zonnetje schijnt, zeg maar. En als het allemaal van een leien dakje gaat. En dan kan je nog een mooie medley van maken als je een beetje muzikant hebt. Nou, dat gaat. Je gaat vanzelf mee. En dan in één keer komt die periode in je leven. Dat God een weg gaat. Dat de wolkolom in jouw leven beweegt. Dat je zegt, Heere God, waarom? Dat je meer waarom vragen hebt in je leven dan dat je ervan kan genieten. Gods weg gaat soms door de zee. Dat is niet populair, maar zo is het wel. Alleen wat zegt hij? Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het gaat erom niet waar je doorheen gaat, maar wie is er bij je in tijden van tegenspoed, van moeite, van zorg. Begrijp je het verschil? Hij gaat zijn koninklijke weg. Hij is de soevereine. Hij heeft ook geen tekst en uitleg te geven van welke weg hij gaat. Hij gaat zijn koninklijke weg. De vraag is, ben ik bereid om me daaraan te onderwerpen? In de nacht en overdag. Als het donker is en als de zon schijnt. Maar het was wel bewijs, ik ben met jullie. Nou, denk daarover na. Ik laat dat nu maar even liggen. Maar het is een prachtig principe. Dit is, ja, ik zeg altijd, dit is de eerste PowerPoint van deze wereld, de tabernakel. Maar de wolk van de heerlijkheid was de eerste tomtom. Dus de Heere God is op alle terreinen de tijd ver vooruit. Denk daar eens over na. Hij geeft ons een plaatje erbij en hij geleidt ons van dag tot. En je komt precies aan
op de plaats die hij had toegezegd. Zijn Caleb en Jozua in hun generatie, zijn ze aangekomen? Ze zijn absoluut aangekomen. Op welke plek? Op de plek die God reeds aan het begin van de reis had beloofd. Het komt goed als je leeft onder zijn heerschappij en als je je laat leiden door zijn woord en door zijn geest. Al vind ik het ook wel eens heel spannend. Maar hij zegt, vrees niet. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou loop je naar binnen toe en loop je tegen een ontzettend groot altaar aan. En dat altaar, dat is het eerste altaar in het heel het complex. We komen straks nog bij het tweede altaar aan. Maar eerst even deze. Het brandofferaltaar. Dat is een heel ander altaar dan het altaar wat we straks tegenkomen. Wat we noemen het reukofferaltaar. En nu is het heel boeiend. Je kan dat lezen in Exodus 27. Ik noem het maar even voor de Bereërs onder ons. Vers 1 tot en met 8. Daar lees je over het brandofferaltaar. Zodra je binnenkomt, kan je dit altaar niet missen. Het was 2,5 meter breed, of 2,5 bij 2,5, en 1,5 meter hoog. Exodus 27. Dus je komt binnen en je staat voor een groot altaar. Je kon niet het tabernakelcomplex binnenlopen zonder dat je iets bij je had. Je moest altijd iets meenemen. Dat is ook mooi om over na te denken. Als wij naar de Vader gaan, moeten we ook iets meenemen. Je zegt, wat gaan we nou krijgen? Dat is je laatste spreekbeurt hier. Nou, misschien moet ik het anders zeggen. Als wij naar de Vader gaan, nemen we iemand mee. Het is de Heer Jezus en zijn bloed. Op grond waarvan wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Wij nemen in die zin ook iets mee. Want anders kunnen we niet binnenkomen. Het is op grond van zijn werk dat we vrijmoedigheid hebben. Nou is er iets heel merkwaardigs aan dit altaar. Kijk, toen ik vroeger fikkie stookte, dan zocht ik altijd droge bladeren en droog hout. Dat weet mijn oude buurman nu nog. Dat brandt lekker. Nou zegt de Heere God, dan moet je een altaar gaan maken van hout. Dat is krankzinnig toch? Wie gaat er nou een altaar maken van hout? En dat altaar, het vuur op het altaar, moest ook nog heel de dag branden. Het is heel boeiend. Ja, je zou zeggen, dat zeg je steeds. Ja, ik vind het buitengewoon boeiend dit. Weet je wie dit vuur aanstak? De Heere God zelf. En wie moest dit vuur brandende houden? Dat waren de priesters. Wie heeft het geestelijke vuur in jou ontstoken? Daar ben je zelf niet geweest. Dat is de Heere God geweest. Maar je bent wel een priester die moet zorgen dat er niet te veel as, niet te veel zand, niet te veel... Je moet dat vuur brandende houden. Dat geestelijke vuur, daar ben je verantwoordelijk voor. En dat heeft vooral te maken met de keuzes die je maakt. Hij heeft het ontstoken... Maar de keuzes die wij maken zijn bepalend of het een vonkje is, een klein vlammetje, of dat het, hè, je begrijpt het wel, het beeld, een mooi beeld. Nou, dit is gemaakt van acaciahout. Vanmiddag zal ik daar meer over zeggen. Waarom van hout? Nou, hout is een beeld van de mens in de Bijbel. En ik geloof dat de Heer Jezus 100% God was... maar ook 100% mens is geworden. Het is een beeld van de Heer Jezus in zijn menswording. Jesaja 53, wat deze maanden veel gelezen wordt. Hè? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk. Dat is hout, een nieuwe lood. Nieuw fris groen zal voortkomen uit dat waar geen verwachting meer voor was. Dat is even het principe. Hout is een beeld van de mens, kwetsbaar, vergankelijk... En dat is de Heer Jezus geworden. Hij is mens geworden, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar ik moet er meer over zeggen. Want je moet het niet alleen maken van hout, maar je moet het overtrekken met koper. Nou, koper is een heel bijzonder materiaal. Je kan lezen in nummer 16. Koper is in de Bijbel een beeld van kracht. En in nummer 16 zie je dat koper... de vuurproef doorstaat. Dus koper is een heel krachtig materiaal wat de vuurproef kan doorstaan. Acaciahout, overtrokken met koper. Het vuur kan de hele dag branden. Offers kunnen worden gebracht. En dat is zoiets bijzonders. In zowel hout als koper zien we de Heer Jezus terug. Hij is mens geworden, 100%.
Maar tegelijkertijd is hij ook degene die de vuurproef heeft doorstaan. Het oordeel van God is over hem heen gekomen. De zondeschuld van de mensheid is op hem gelegd. Hij heeft geleden, is gestorven, is begraven. Ja, wat meer is, hij is opgestaan. Hij is als overwinnaar tevoorschijn gekomen. Ben je blij met de Heer Jezus? Ik wel. Ik geloof dat dit altaar spreekt van hem, wien te kennen het leven is. Dan hebben we nog vier horens. Nou, als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat het gaat over de vier windhoeken. De vier hoeken der aarde. Vier staat altijd beeld voor noord, oost, zuid, west. En aan de horens van het altaar werd het bloed gestreken. En een stier, hij ligt hier, die valt aan met zijn horens en die verdedigt zich met de horen. Een horen is in de Bijbel een beeld van macht, van kracht, van autoriteit. Heb je ons een stier van dichtbij gezien? Ik zag er vorige week zaterdag nog een. Hij stond achter slot en grendel. Ik denk, wat een beest, zeg hij. Een stier. In de horens zit zijn kracht, zit zijn autoriteit. En dat is ook een prachtig beeld. Kijk, Saul was de eerste koning van Israël. Die werd gezalfd, niet met een horen, maar met een kruik. Breekbaar, kwetsbaar. Saul is een beeld van de tegenstander. David volgde hem op en hij werd gezalfd met een horen. Beeld van macht, kracht, een onvergankelijk koninkrijk. Type van de Heer Jezus, schaduwbeeld. Nou, dat ga je allemaal uitzoeken, hè? Horens. Vier hoeken, bloed aangestreken. Daarom was ik zo blij met dat lied. Er zit kracht, er is kracht in het bloed van het lam. En ik geloof persoonlijk dat de boodschap van het evangelie, dat is een kruisboodschap, doortrokken van bloed, in bloed zit het leven. Die boodschap moet verkondigd worden van noord, oost, zuidwest. Die boodschap moet uitgaan naar de uithoeken, naar de uiteinden van deze aarde. En wat zo heerlijk is, dat dat bloed van de Heer Jezus, met eerbied gesproken hoor, dat is nog steeds warm. Daar zit nog steeds kracht in. Dat waar dat bloed verkondigd wordt, de boodschap van het bloed, je begrijpt het wel, daar worden mensen vandaag van dood levend gemaakt. Daar ontvangen mensen vergeving van hun zonden. Maar ik geloof ook dat die boodschap innerlijke genezing en heling teweeg brengt. Daarom moet die boodschap verkondigd worden. Naar alle uithoeken van de aarde. Daarom geloof ik dat elke gemeente per definitie ook missionair moet zijn. Zending, evangelisatie moet hoog in het vaandel staan. Moet hoog op de agenda staan. Want die boodschap moet de wereld in. Dat is een boodschap waar kracht in zit. Ik hoef geen kracht aan de boodschap toe te voegen. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En daarom moet dat gepredikt worden. Helder en duidelijk. Kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent. En mensen in aanraking brengen met de boodschap van het kruis. Want ja, het eerste wat je ontvangt, ik ga niet discussiëren bij wie begint het nou. Hè? Er zijn hele conferenties over gehouden. Begint het nou bij God of begint het nou bij Jezus? Begint het nou bij overtuiging van zonde of begint het nou... En hoe diep moet het? Laat ik allemaal liggen. Als je hier binnenkomt, geloof me, als je een ontmoeting hebt met de Allerhoogste God, dan krijg je per definitie direct een beeld over je eigen leven. En dan krijg je behoefte aan een offer. Ik ga er helemaal niet over discussiëren. Want wie zou God zien en leven? Daar waar ik hem ontmoet door de verkondiging van het evangelie. Hij die licht is, die openbaart de duisternis of de schemer in mijn leven. Als vanzelf. Gaat daar niet allerlei stadia in bouwen. Het kenmerk van het echte leven met God, de ware ontmoeting met hem, is dit, dat je komt tot verootmoediging. Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Begreep, dat gebeurt in die ontmoeting met hem. Maak daar niet allerlei stadia en fasen van. Dit is wat er gebeurt. Als het evangelie gepredikt wordt. Dan ga je als vanzelf behoefte krijgen aan een offer. Ik heb een ander nodig. En dat is toch prachtig als je dat proeft bij mensen. Dan zijn ze rijp om het evangelie te ontvangen. Maar nu dit. En dan moet je goed opletten. Dat altaar, dat wordt door heel veel mensen, ik heb het net in de pauze al met een aantal over gehad, dat wordt altijd gepredikt in het kader van zonde. Als het in veel prediking of bijbelstudie over offers gaat, dan heeft men het altijd over zonde. Herkennen jullie dat of niet? Maar wist je dat het merendeel van de offers die hier gebracht werden,
geen verband hadden met zonde en schuld. Ik zal niet te technisch worden. Heel kort. In Leviticus 1 tot en met 5, mag je opschrijven, kan je 5 offers onderscheiden. Het is heel simpel, maar ik wil even dat je het ziet. Want het is zo beperkt als je offeren alleen koppelt aan zonde en schuld. 5 offers, Leviticus 1 tot en met 5. En dan zal ik beginnen met de verplichte offers. Allereerst het zondoffer. Ik doe het even in Jip en Janneke taal dat je het pakt. Het zondoffer, dat is een offer wat gebracht werd, het zegt al, in verband met vergeving van zonde. Zondoffer 1, vergeving van zonde. En dan moet je dit achterzetten, was een verplicht offer. Dat was helemaal niet hoe jij erover dacht. Dat ga jij gewoon brengen. Punt. Zondoffer. Verplicht. Dat is de eerste. Tweede offer. Schuldoffer. Dat was ook een verplicht offer. En het schuldoffer, dat was een offer dat je bracht als boetedoening voor toegebrachte schade. Je kan een zonde bedrijven, maar daar kan een bepaalde schade uit voortvloeien, hè? Nou, die daad werd vergeven door het zondoffer, maar het schuldoffer verzoende de gevolgschade, zouden wij zeggen. Nou, dat is toch heerlijk? Je kan vergeving van zonde hebben, maar dan nog gevolgschade. Ja, als dat er nog ligt, dan ben je daar weer benauwd over. Dat schiet ook niet op. Dus het zondoffer, vergeving van zonde, schuldoffer, boetedoening voor toegebrachte schade. God neemt alles weg. Deze twee waren verplicht. Hoeveel offers hadden we? Even kijken of je nog een beetje bij de les bent. Want sommigen zitten nog aan te staren als ze water zien branden. Maar het is echt waar, hoor. Als je er 2 gehad hebt, hebben we er nog 3 over. Dat is de meerderheid. Nou, die 3 offers hebben niks met schuld en zonde te maken. Welke zijn dat? Als eerste het vredeoffer. Dat was een offer dat je bracht als dank. Het vredeoffer voor de verzoende relatie met God. Daar word je toch blij van? Wij dan gerechtvaardigd door geloof hebben vrede met God. Nou, van zo'n offer. Of dat offer wil je brengen. Dat was ook een vrijwillig offer. Het vredeoffer. Een offer vanwege de verzoende relatie met God. Dat was vrijwillig. Nou, ik ben benieuwd of jullie ook wel eens dat offer brengen. Heere God, ik ben zo dankbaar voor de vrede met u. Dit bied ik u aan. Het is vrijwillig, hè? Tweede vrijwillige offer, dat is het spijsoffer. Dat is ook heel boeiend. Dat was een onbloedig offer. Daar vloeide helemaal geen bloed bij. Spijsoffer, dat is een offer, heel eenvoudig weergegeven, in verband met dankbaarheid voor ontvangen zegeningen. Tel je zegeningen, tel ze 1 voor 1. Het spijsoffer, een onbloedig offer. Dankbaar voor ontvangen zegeningen. Tel je zegeningen nog? Geld is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betaald. En dat offer was ook vrijwillig, spijsoffer. En dan het laatste, het brandoffer. Dat is zo mooi. Dat is het offer van liefdevolle toewijding aan God. We noemen het ook wel het aanbiddingsoffer, het brandoffer. Aanbiddingsoffer. Als het goed is, heb je deze staan. Zondoffer. Schuldoffer, allebei verplicht. Dan krijg je het eerste vrijwillig offer, dat is vredeoffer, spijsoffer en brandoffer. Heb je ze staan? En dat brandoffer, dat spreekt van aanbidding. En dat vind ik zo mooi. Weet je, dat hoefde je helemaal niet te brengen. Dat mocht je brengen. Mijn kinderen, dat voorbeeld gebruik ik altijd. Dat gebeurt niet heel vaak, hoor, maar soms heeft er wel eens een vraag, of nee, een cadeau voor mij. En dan komt hij mijn werkkamer binnen met het cadeau achter zich. Dat weet ik nog niet. Maar dan heeft hij zo'n schuin kopje met een lach erop. En ik ben niet zo'n goede vader als de meesten hier. Dan is mijn eerste vraag, wat heb je van me nodig? Ik heb helemaal niks nodig van u. Ik kom u iets brengen. Mijn tweede slechte vraag, die jullie niet herkennen, is, waar heb ik dat aan te danken? Het gaat er helemaal niet om wat u voor mij gedaan heeft en waar u dat aan te danken heeft. Ik kom u iets brengen om wie u bent. Nou ja, dan biggelen de tranen natuurlijk over je wangen heen, dat begrijp je. En hij gooit vlug dat cadeautje op mijn bureau en rent weg. Gewoon iets geven om wie u bent, niet om wat u gedaan heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Om wie u bent, los van uw daden. Dat is mooi, hè?
Dat is vrijwillig. Mag ik eens vragen, je hoeft je vinger niet op te steken hoor. Met welke offers ben jij in je leven bezig? Zijn het vooral de verplichte offers? Of zeg jij in mijn leven, oh ja zeker in de begintijd van mijn wandel met de Heer Jezus was ik vooral daarmee bezig. Maar naar de mate dat ik mag groeien, ook in het verstaan van het geestelijk priesterschap. Ja, zie ik een tendens in mijn leven dat ik veel meer bezig ben met offers van dank, van lof, van aanbidding. Weet je, in het begin van mijn geestelijk leven, laat ik dat maar gewoon eerlijk tegen jullie zeggen, ging het vooral om mij. Dat ik gered ben. Dat ik een eeuwige toekomst heb. Dat het goed is tussen God en mij. Is niet belangrijk dan? Zeker. Maar dat is niet het doel van bekering, hè? Het doel van rechtvaardiging is dat je weer terugkomt in de positie waarvoor je bestemd was. En dat is, ik geloof dat een mens geschapen is om de Heer te aanbidden. Aanbidding is niet iets van de zondagochtend of de zaterdagochtend met een muziekgroep of zo. Aanbidding is een stijl van leven. Daar ben je voor bestemd. En dat is wat je als nieuwtestamentische priester mag praktiseren. Nou, ik ben benieuwd welke offers jullie brengen. Dit was in mijn leven echt een eye-opener. Ik was altijd bezig als het ging over offeren met zonde en schuld. Maar de Heer zegt, ik wil je verder leiden. Ik wil je brengen in een leven van aanbidding. En je zal gaan ontdekken vandaag dat na de mate je dichter of dieper het heiligdom binnengaat, het gaat steeds minder om zonde en schuld. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat steeds meer om de aanbidding van wie God is. Van zijn heerlijkheid. En daar moeten we met elkaar naartoe. En ik geloof dat dit de roeping is van elke prediker. Om mensen niet hier te laten hangen of rondom het altaar. Niet dat het minder waardig is, hè? Ga me nou niet allemaal mailen volgende week. Dit is niet minder waardig, hè? Maar de Heer wil jou verder leiden. Om veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hier kan je uren discussiëren. Is nou wel echt, is niet echt, wel echt, niet echt, binnen, buiten. Je komt niet verder. Je draagt geen vrucht, of nauwelijks. De Heere God krijgt niet dat wat hem toekomt, krachtens wie hij is. Je bent nog veel meer jezelf bezig. Maar naarmate dat je dieper het heiligdom ingaat, dan gaat het meer om hem. Nou ga ik even een slotakkoord geven. Wat ik zelf heel bijzonder vind. Sommigen hebben het al gehoord in Werkendam van de week, maar we gaan het nog een keer halen. Kijk, dit is brandofferaltaar. Je moest het zelf slachten, priester ging offeren. Tot zover even, ik moet verder. Nu gaan we achter het brandofferaltaar leven. En dit moet je vasthouden. De gemiddelde Israëliet mocht niet verder komen dan het brandofferaltaar. En dan ging die weer naar buiten toe. Hij ging hier naartoe en hij ging weer naar buiten toe. Hij ging hier naartoe en dan ging hij weer naar buiten toe. Ik weet niet altijd welk offer die bracht. Dat was verschillend. Maar stel voor dat je een zondoffer bracht. Dan kwam je bij de priester. En zo, Jacob, waar kom jij voor, jongen? Ja, joh, ik ging gisteren zo tekeer tegen mijn vrouw. Dat ging weer helemaal mis. En dan zit je in een tent, dus de buurman heeft het ook gehoord, weet je wel. Nou, de buurman kijkt en zou Jacob nou nog gaan offeren? Want dat ging gisteren. Ja, je kan niet in de anonimiteit zondigen, hè? Nou, dat ging niet met zijn beestje. Stel voor dat je hier lag. En zijn beestje tussen alle... Daar, Jacob. Dat is al de tweede keer van de week. Maar even een beetje context, begrijp je? Hij zondigde ook niet goedkoop. Want het kostte hem iets. Dat beestje moest volmaakt zijn. Dus zondigen na genade, dat is pijnlijker dan voor genade, of niet? Dus je voelt dat je zondigt. Tegenwoordig kan je anoniem zondigen, je hoeft het niemand meer te vertellen. Wat dat betreft wil ik weer terug naar de biecht. Begrijp je wat ik bedoel? Je kan gewoon, zeker in die grote gemeenten, je knikt eens vriendelijk. Hi Jan. En niemand vraagt meer wat aan je, toch? Want dat doen we niet. Maar er zijn heel veel anonieme zondaren in de kerk. En er gaat heel weinig kracht van uit. Maar hier moet je zeggen, waar kom je voor? Binnenste moest naar buiten komen. Je zondigt niet goedkoop. Maar het aangrijpende was, die Israëliet ging weer terug. Maar jij en ik, wij leven als het goed is niet meer aan deze kant van het altaar. Wij leven als het goed is aan deze kant. Als je de poppetjes net bekeken hebt, dan heb je gezien dat er geen enkel gewoon poppetje achter het brandoffer staat. De slimme kijkers die hebben dat ontdekt. Dat is het priestervolk. Dit deel is alleen voor het priestervolk bestemd. Voor de hoge priester, die stond aan het hoofd, en de priesters. Aaron en zijn zonen, noemt de Bijbel dat. Waar leven jij en ik? Wij leven dus hier. Want de Petrusbrief zegt,
Wij zijn priesters onder het nieuwe verbond. Of een koninkrijk van priesters. Of een koninklijk priesterdom, hoe je het ook verwoordt. Dus jij en ik zijn priester. Besef je dat? Ja, dat vind ik toch wel moeilijk. Ja, je bent een geestelijke priester. Daar zal ik je meenemen. Je brengt ook offers. Maar weet je wat je ook nodig hebt? Dat je gereinigd wordt. Blader even. En daar sluit ik deze ochtendsessie mee af. Ik hoop dat ik dat red. Ik doe mijn best. 12 uur, een paar minuten nog. Dat is een spannende. Ja. Oké. Kijk. Dan kan ik daar heerlijk misbruik van maken. Even kijken hoe ik het dan in zal vullen. Ja, zo gaan we doen. Blader maar naar Exodus 30. Bedankt Bart. Dat is wel iets heel moois. Exodus 30. Maar ik hoop echt dat je dit pakt. Dat een Israëliet niet verder dan het altaar mocht komen. Want dit maakt het nou zo bijzonder. Jij en ik, wij zijn heidenen. Hè? Althans, daar ga ik even vanuit. Excuses voor de Joodse mensen onder ons. Maar het overgrote deel is heiden. Dat jij en ik, wat een Jood niet mocht in zijn dag, dat mogen wij nu wel. Wij mogen achter het altaar leven in de tegenwoordigheid van de Heer. Dat is toch bijzonder, of niet? Als onbesnedenen. Tot een nieuwe schepping gemaakt. Als ik dan over het wasvat spreek, dan moet er nu een lampje gaan branden. Voor wie was dit wasvat bestemd? Alleen voor de priester en voor de hoge priester. Dit is geen boodschap voor de gemiddelde Israëliet. Want die kwam hier niet. Het rijmt nog ook. Ik had het niet van tevoren verzonnen. Die kwam daar niet. Dus het wasvat is een boodschap voor nieuw, voor wedergeboren mensen. Die hebben dat wasvat nodig. En dat is belangrijk om vast te houden. Nou, Exodus 30. Daar lees je in vers 17 het volgende. En de Heere sprak tot Mozes. Dat is mooi, hè? Ik vind dat een mooi zinnetje. De Heere sprak tot Mozes. Ik vulde altijd mijn naam in. En de Heere spreekt tot Jacques. Maak het persoonlijk. En de Heere spreekt tot... Hij is de sprekende. Ik luister. Dan komt het dichterbij. U moet vervolgens een koperen wasvat maken met bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting, zie je, en het altaar. En u moet er water in doen, zodat Aaron en zijn zonen hun handen wassen met water daaruit kunnen wassen. En dat moeten ze op twee momenten doen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen. Dus deze beweging, vanaf het wasvat de tent in. En wat staat er nog meer? Opdat ze niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door het vuuroffer voor de Heeren. Eer ook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen. Dat betekent, ze bewegen de ene keer vanaf het wasvat het heiligdom in. En de andere keer bewegen ze vanaf het wasvat naar het altaar toe. Je zou kunnen zeggen, er is dienst aan de Heere God voor zijn aangezicht. Er is dienst aan de wereld. Daar bewegen wij tussen. Dus wij hebben actieve priesterdienst hè, vandaag. Wij dienen de Heere God met de offers van ons leven. Met aanbidding, met lofoffers. We leven met open armen. We hebben ons geld zelfs overgegeven aan hem als offer. Dat is dienst voor zijn aangezicht. Maar we hebben ook een roeping in de wereld. Jij en ik, wij zijn priesters in een wereld die naar haar einde toe gaat. Daar verrichten we actieve priesterdienst in. En die priesters, ja, hoe weet je het eigenlijk? Door geboorte. Je moest in de juiste stam geboren zijn. In de stam van Levi. Hoe zijn wij priester geworden? Heb je ervoor gewerkt? Ja, ik heb Philadelphia gedaan. Nee. Zo verkrijg je vandaag niet het priesterschap. Ons priesterschap heeft ook met geboorte te maken. Net zoals toen. Wij noemen dat wedergeboorte. Van bovenaf geboren worden. Uit God. Uit de geest geboren worden. Dat maakt jou en mij tot een priester. En dat zorgt ervoor dat je per definitie in actieve priesterdienst staat. Niet meer met zo'n jurk aan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Geestelijke priesterdienst. Dienst van aanbidding voor Gods aangezicht, maar ook dienst in deze wereld. En daarvoor hebben wij nodig het wasvat. En het aparte van het wasvat is dat het een attribuut is, het enige, waar de afmetingen niet van bekend zijn. Nou zijn er heel veel mensen,
Je komt ze in een bepaalde kring heel veel tegen. Die leggen er soms eerst iets in, om het er vervolgens uit te kunnen halen en uit te leggen. Dus die zeggen, ja, het was wat, geen afmetingen. De reiniging is oneindig. Nou, ik vind dat op zich best een mooi iets, hè. Geen afmetingen aan. Het is oneindig. Nou ja, neem je mee. Ik weet het niet waarom het geen afmeldingen of afmetingen van vermeld staan. Ik lees wel over het gebruik. Ook van koper gemaakt. Maar nu moet je even met me meebladeren. Dat is altijd het terugkerende grapje. Naar hoofdstuk 38. Want hoe kwamen ze nou aan dat wasvat? Zusters, hou je vast. Blijf recht zitten. Wat staat er in Exodus 38? Vers 8. Vervolgens maakt hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Die de dienst deden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Nou, dat is een mooi principe. Die vrouwen hadden hun uiterlijke schoonheid over voor de innerlijke reinheid van de priesters. Wie van jullie heeft voor de spiegel gestaan vanochtend? Nou, zijn er een aantal eerlijk, de meeste van jullie niet. De spiegels werden ingeleverd, koper werd gepoetst en dan krijg je een spiegelfunctie. Dus die vrouwen die waren bereid om die spiegel in te leveren. Hoe ze het vervolgens gedaan hebben, dat weet ik niet. Om het een beetje allemaal in fatsoen te brengen, zeg maar. Nou, je begrijpt het wel. Maar er is wel een mooie les in. Dat leverden ze in, zodat de priesters hun dienst konden verrichten naar de wereld toe en naar de Heere God toe. En een spiegel, de Bijbel zegt ook dat de Bijbel een spiegelfunctie heeft, die laat altijd iets zien. Dat is een interessante uitdrukking. Wij zeggen vaak, wij lezen de Bijbel, hè? Maar dat is niet juist, de Bijbel leest ons. Dus als je de Bijbel leest, dan leest de Bijbel jou. De Bijbel heeft een spiegelfunctie, dat kom je ook in de Jacobusbrief tegen. En nu zijn er heel veel mensen die gaan discussiëren met de spiegel. Nee, die spiegel spreekt niet de waarheid. Maar wat doet een spiegel? Die laat zien wat hij ziet. Niet meer en niet minder. Als die priester in dat wasvat keek, dan zag hij dat hij bezoedeld was en dat hij reiniging nodig had. Dus de Bijbel heeft ook een spiegelfunctie. Ik ben gewassen door het bloed van Jezus, maar ik heb ook dagelijkse reiniging nodig. En dat ontdek ik doordat ik af en toe in de spiegel kijk. En dat is heel belangrijk vandaag. Nu moet je niet eenzijdig zijn dat de Bijbel alleen een spiegelfunctie heeft. Want dit was ook gevuld met water. Dat betekent dat wat het wasvat ontdekte liet zien. Het wasvat gaf ook een middel tot reiniging. Dus van de verkondiging van het evangelie in de wandel met God hoef je niet wanhopig te worden. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom moet een prediking ook niet eenzijdig zijn. De Bijbel heeft enerzijds een spiegelfunctie, maar anderzijds is de Bijbel ook het levende water. Wat ons kan reinigen. Water in de Bijbel is een beeld van het woord van God. Is een beeld van de Heilige Geest. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste voortvloeien. Het is een beeld van reiniging. En dat is zo bijzonder dat ook wij, net als die priesters, daar gebruik van mogen maken. In de priesterdienst had je te maken bij de aanstelling met een eenmalige wassing. Dat was eigenlijk jouw inwijding tot de priesterdienst. En je had te maken met dagelijkse wassingen. Dat is dat wasvat. En dat kunnen wij ook toepassen op onszelf. Toen wij de Heer Jezus leerde kennen, ik kan het niet allemaal lezen nu, 1 Korinthe 6 vers 11. Toen werden we eenmalig voor het eerst gewassen. Maar de Bijbel zegt in Efeze 5 vers 25 en 26 dat wij ook dagelijks gereinigd worden door het waterbad van het woord. Dus zoals die priesters onder het oude verbond door wassing ingewijd werden in de priesterdienst en dagelijkse reiniging ondergingen, jij en ik als priesters onder het nieuwe verbond hebben ook te maken met een eenmalige reiniging en met een dagelijkse reiniging. En dan functioneert dat woord van God als middel tot reiniging. Ik geloof dat het bij dat wasvat niet gaat over de doop, de onderdompeling.
Het gaat over het waterbad van het woord. En dat is een prachtig middel. Kijk, het bloed van Jezus is een middel tot verzoening van de zonde. Als wij gezondigd hebben, wij hebben voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige en het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dat is een voorziening voor zonden. Niet als regel, maar als uitzondering op de regel. Begrijp je wat ik bedoel? Maar er is ook een middel aan ons geschonken. Het woord van God wat ons dagelijks reinigt in ons denken. Dus jij leest niet alleen het woord van God om daardoor bemoedigd opgebouwd te worden en jouw karakter door te laten vormen. Je leest ook het woord van God om jouw denken te reinigen, te vernieuwen. Want wat moeten wij niet aanhoren en aanzien wat wij niet willen horen en niet willen zien? En dat is een belangrijk principe, die priester deed zijn werk. Er staat hier niet dat die priesters bewust in zonde leefden en dat opzochten. Die deden hun dienstwerk. En met dat ze hun dienstwerk deden, in het zand, in het stof, een warme woestijn, zweten, et cetera, werden ze bezoedeld. Begrijp je het verschil? Ik kan bewust de zonde opzoeken, maar ik kan ook gewoon trouw zijn in mijn roeping in deze wereld en bezoedeld worden in mijn denken. Door wat ik zie, door wat ik hoor. Is dat mijn wil? Is dat mijn verlangen? Nee, maar het gebeurt wel. De Heer zegt, word niet verontrust. Ik heb een middel, het waterbad van het woord, waardoor je denken ook vernield, gereinigd kan worden. En je in ontspannenheid met mij je dienstwerk mag verrichten. Naar de Heere God toe en naar de wereld toe. Ik hoop dat je dit pakt. En dat je gebruik maakt van die voorzieningen. Ik vind het zo mooi dat de Heere God aan zijn nieuwtestamentische priestervolk voorzieningen heeft gegeven, waardoor wij kunnen volharden in de navolging van Christus. En dat op een ontspannen manier. Kijk, we gaan niet van kramp tot kramp steeds voort, maar van kracht tot kracht. Dat is het leven onder het nieuwe verbond. Dat is het leven hier in het heiligdom. En als ik dan bedenk dat ik van buiten naar binnen ben gegaan, dat ik niet meer terug hoef, maar dat ik door mag dringen tot in het binnenste heiligdom. En dat op de weg met hem er voorzieningen zijn die mij stimuleren en motiveren om als priester te leven in de woestijn, 40 jaar lang soms, dan maak ik gebruik van die voorzieningen. En ondertussen verricht ik priesterdienst. Ja, ik weet niet wat jullie met zo'n beeld hebben, maar ik kan daar uren over denken. Daar sta ik. Mijn kleding van ongerechtigheid afgelegd. Mijn kleding van eigen gerechtigheid afgelegd. Keurig aangekleed. Normaal gesproken heb ik altijd een avond over de priesterkleding. Kleding van de hoge priester, noem op. Daar sta je. Is toch mooi of niet? Helemaal wit. Echt een nieuwe schepping. Hé, ik herken je niet meer, joh. Nee, dat klopt. Weet je, mijn vrouw en ik zaten bij elkaar in de klas op de lagere school. Dat kan leuk zijn, maar het kan ook problematisch worden later. Zij kende mij vanuit mijn eertijds. En zij is altijd een braaf, lief meisje geweest, zeg maar. En ik het tegenovergestelde. Toen kregen we een reunie, die organiseerde zij. En dan werd ik ook gebeld, zou je willen komen? Nou ja, is toch leuk, lagere school. Zo hebben wij verkering gekregen. Maar dat was net het moment dat ik tot bekering was gekomen. Dus ja, ze herkenden me niet meer. Een beetje dit idee. Ja, ik zie er nog wel iets van terug, maar... Nou, dat is toch een compliment, of niet? Stel voor dat ze zeggen, joh, jij bent ook niks veranderd, jij. Nou, dat is triest. Er zijn mensen die al 20, 30, 40 jaar in een kerk zitten en zeggen, joh, je bent precies dezelfde, jij. Echt ongekend, ze hebben niks veranderd. Nou, dan zou ik me zorgen maken. Dat is meer een compliment. Ken je het moment nog, weet je het moment nog of de periode dat je tot geloof en bekering kwam? Misschien was je in de begintijd heel erg bezig met jezelf. Mijn schuld, mijn zonde. Maar je mag groeien in de nieuwe positie die je hebt gekregen. Je bent een geestelijke priester geworden. Je bent dienstbaar geworden. Je mag in overgave leven. Je lijkt op hem, stukje bij beetje, die jou gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed. En die jou gemaakt heeft tot een koninklijke priester. Echte nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Vroeger leefde ik voor mezelf. En nou als priester ben ik dienstbaar. Allereerst leef ik voor de Heere God. En ik geef mezelf ook aan deze wereld. Ik wil mensen tot zegen zijn. Ik wil een middel in de hand van God zijn. Om een verschil te maken in de tijd waarin wij leven. Als dat je verlangen is, dan ga je daarin groeien. Als je dit verstaat. En ik,
Ik ben daar kort over vanmorgen, maar dit is zo rijk. Dit heb je niet gezocht. Hier heb je niet voor gewerkt. Dit heb je niet verdiend. Het is je ten deel gevallen. Door genade. Amazing grace. Onuitsprekelijke genade. Ik ben Gods medearbeider geworden. En daarom zeg ik met dat lied, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd, neem mijn zilver en mijn goud. Dat ik niets daarvan behaal. Alles voor hem. Nou, ik hoop dat dit vanochtend niet een wet is. Je zegt, oh, nou moet ik. Maar dat je merkt, hé, dat is van binnenuit. Dat is mijn verlangen. Dat heeft God door zijn geest bewerkt. Om zo te leven, om in deze positie te gaan staan. En dienstbaar te zijn tot de dag van mijn sterven. Of tot de komst van de Heer in de lucht. Ben je zo'n gezegend mens? Voel je rijkdom, ervaar je rijkdom? Niet alleen intellectueel weten, maar ook ervaren. Sommigen weten alles, maar beleef je ook wat? Dit is geen moeten, dit is genieten. Ik wil niet meer terug. Het leven met hem is het leven, wat hier begonnen is en wat tot in eeuwigheid door zal gaan. Ik zal die...